Welkom bij een nieuwe Ribe de Bie. Ja, het is koersen vandaag, ik niet, maar we gaan vandaag zijn we bij de Wim Hendricks Trofee. Vorig jaar ben ik meegeweest bij mijn middelkamp. Een filmpje zou ik echt nog een keer terug bekijken. Ja, vandaag ben ik verslaggever voor Omroep Zeeland, daar werk ik ook. Ik ben normaal gesproken algemeen verslaggever, maar ze vroegen of ik vandaag dus sport wou doen, wielrennen. Ja, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen, dus ik neem jullie een dagje mee. En Paul en Luc die gaan vandaag voor Omroep Zeeland op de motor om alles te draaien. Paul is er klaar voor, die heeft een oortje met de koersradio heeft hij erbij. En Luc de cameraman. En we hebben een wagen mee, de WMT. Wij moeten echt straks na de finish ontzettend snel alles gaan monteren om het nog in de uitzending te krijgen. Nou, we hebben net allemaal rugnummers hebben we doorgesproken. We gaan natuurlijk onder andere de Zeeuwen willen we zien hoe ze het doen. Klaar voor? Ja, denk het wel. Zenuwachtig? Nee. Paul? Niet zenuwachtig, maar opgewonden. Ja? Het is altijd leuk in de koers, dus ja, we gaan ervan genieten. Nou, doe jullie best in ieder geval. En kijk, ik ben een beetje aan hun overgeleverd. En wat er allemaal rond de motor natuurlijk gebeurt, we gaan het allemaal zien. Vorig jaar zat ik dus in deze wagen bij mijn middelkamp. Hierboven een linkje, kijk dat even terug. Want dat is echt prachtig om de koers vanaf binnen te zien. Ja, en vandaag zijn ze er ook weer natuurlijk, middelkamp. Ik ga zo eens even een paar renners, Zeeuwse renners opzoeken. Ik ken die mannen natuurlijk redelijk. Ja, en ze hebben best wel hoge verwachtingen hoor dit jaar. Ben je er klaar voor, Thijs? Ja, ik denk het wel. Ja? Heeft er zin in? Veel wind en zo, dus het wordt wel nerveus en alles, maar het wordt een mooie koers denk ik. Wat verwacht je zelf? Ja, ik denk dat we gewoon als ploeg goed moeten rijden en dan komt er vanzelf iemand boven drijven en we zullen zien wie dat is vandaag. Maar zelf? Je hebt toch wel iets in je achterhoofd? Ah ja, ik hoop natuurlijk bij de eerste 10 te rijden, maar goed, dat is altijd lastig. Dit is, het is niet mijn parcours meer en maar goed, we zullen ons best doen en ik hoop top 10 te rijden. Dat is wel een doel, maar het is, wordt lastig. Succes. Ja, dankjewel. Strak bekkie zie ik. Ja, doe dat jongen. Ben je zenuwachtig? Het is onder spanning, hè. Wordt het wat? Ik hoop het. Vorm is goed bij de meeste van ons, dus het is belangrijk voor voorrij, vooral in het begin. En dan moet het een soort van vanzelf gaan, omdat de wind genoeg staat. Top 30? Ja, wel moeten we een mannetje bij de eerste 10 proberen te krijgen. Als we met twee man bij de eerste 30 zitten, is het denk ik al een geslaagde dag. Jij kan zelf ook in ieder geval. Ja, het is wel de bedoeling. Thijs zit meestal wel mee in de goede ontsnapping. En dan kan ik daarachter meestal nog wel naar een mooie plek sprinten. Dus als we het op die manier vandaag weer kunnen doen, zou dat leuk zijn. Doe je best. Ja, dankjewel. Hey. Je stond helemaal niet op de deelnemerslijst. Toch mee, hè? Wat is dat nou, man? Ja, ik heb een goede ploeggenoot die zijn ploegje laatst heeft afgestaan. Dus ja, want je was 3 jaar geleden was je vijfde. Ja, 2 jaar geleden. Maar. 2 jaar geleden, sorry, excuus, ja. Klopt, ja. Dat is een andere koers zoals nu. Nu hebben we veel wind, dus we gaan het zien. Doe je best, man. Eens naar de wc. Ja, doe dat. Nou, nog 5 minuten voor de start. Ik ga nu naar de wagen waarin ik mee rijd. Ja, de rest moet het allemaal doen. Gaan we de koers in de persauto volgen. Dan stap ik bij de organisatie in de wagen en gaan we op weg richting de eerste kasseistrook van de dag. De koers is net begonnen en je ziet het aan de bomen. Het is echt fantastisch koers weer. Volle wind en het ligt allemaal al in stukken. Ze zijn nog geen 15 kilometer zijn ze bezig of er is al een groep die al 30 seconden voorsprong heeft. Ja, als koersorganisator droom je hier alleen maar van om dit soort weer te hebben. Ludwig Kouwijzer is secretaris van de Wim Hendricks Trofee. Ludwig, het is wel gedroomd zo met deze wind, hè? Het is fantastisch wielerweer. We hebben zon en we hebben een flink windje. En je ziet wel aan het koersverloop dat we daar echt ons voordeel mee doen. Dus het valt helemaal in stukken in elkaar. Dus dat hebben we liever dan dat het een compleet peloton blijft. Dus eigenlijk ieder jaar is het wel een mooie koers hier.
Het is hier altijd een mooie koers. Ja. We hebben nog maar één keer in 2010 een massasprint gehad. Maar voor de rest is het altijd een slijtageslag. En komen de renners in groepjes of solo aan de meting toe achter. Dus ons voordeel dat we nu een vrije wedstrijd houden. Clubcompetitie was voor ons gedane koers. We mochten geen buitenlanders meer laten betrekken. Ja. Dat kan natuurlijk niet als je een organisatie bent in Vlaanderen en een grensdorp als Koer. Als ze dan zeggen van je mag geen Belgen meer laten betrekken op buitenlanders. Dus we hebben gezegd van oké, einde clubcompetitie, dan gaan we voor een vrije wedstrijd. Ja, dat pakt goed uit. Minder renners komen er niet inderdaad. Nee, volle bak. We hadden wel meer dan 200 renners kunnen laten vertrekken. Maar ja, 198 was de limit en die zijn er ook vertrokken vandaag. Dus. En die 200 renners die maken er een prachtige koers van. En wat opvalt? Heel veel Zeeuwen. Op een gegeven moment een groep weg van 20 man en daarbij 6 Zeeuwen. Het gaat goed en dan gaan we richting de finale. En wordt het spannend. De grote ronden zijn geweest. Nu gaan ze aan de 5 of 6 plaatselijke ronden gaan ze beginnen. Nou, het was net nog een hele grote groep. Het is weer allemaal uiteengevallen. Op dit moment 10 leiders met Thijs de Lange. Benieuwd of hij een eind kan komen. Daar rijdt de kopgroep, die zijn hier langs links zijn die zo naar achter gereden. En hier zo komt het peloton aan. Kijk, nog een Olympisch kampioen. Er zijn er dus die de sprong gaan maken. Kom aan, Eloy. Daar komt de kopgroep weer. Kom, Bobby! Om 8 kilometer te rijden en dan zit het erop. Ja, ik heb het nou druk even om op alles bij te houden. Ja, strakjes na de finish pakken we het weer even op. Nou, Jasper Schouten is winnaar geworden van deze Wim Hendricks trofee in de sprint. Won hij. En nu is Luke bezig om te monteren. Even 2 shots die nog in de uitzending van 6 uur toe moeten. Huppatee, nog een crossje gaat er overheen. En in de studio spreken ze het in. Het is nu, even kijken op mijn klok, 17:29. En we hebben echt nog maar een paar minuutjes om het door te gaan sturen. Want om 6 uur moet het erin. Ja, en dan ga ik weer richting Soeburg om het allemaal te monteren. Het is allemaal even krap. Wat wel leuk om te doen. Het was in ieder geval een mooie wedstrijd. Veel wind, hele zware wedstrijd. Ik heb een paar mensen met elkaar gesproken. Ja, vol die wind erop. Ik neem een petje af, chapeau. En dan zijn het Jasper Schouten en Benjamin Verhaas. Die gaan sprinten om de overwinning. Benjamin Verhaas laat lopen. En jawel hoor, Jasper Schouten wint deze 35e Wim Hendricks trofee voor Jaap Kooijman en Sjors Handgraaf. Beste Zeeuw, op een 7e plek is dan Thijs de Lange uit Kattendijken. Nou, dat was de laatste voice-over. Het is intussen een paar uurtjes later. Ik ben 2,5, 3 uurtjes ben ik bezig geweest. Maar het zit er allemaal op. Als je deze reportage wil zien, even hieronder klikken. Uitgebreide repo van de Wim Hendricks trofee. Ik wil jullie in ieder geval bedanken natuurlijk voor het kijken van deze Riebe de Bie. En je weet het, duimpjes omhoog als je dit leuk vindt. En als je nog niet bent geabonneerd, even hieronder. Want voldoende wielrennen op dit kanaal. Ik zeg tegen jullie, tot de volgende keer.